Hi YouTube, daar zijn we weer. We hebben heel veel zooi voor elkaar gekregen. Weet je niet wat er aan de eerste? Kijk de vorige afleveringen terug. Zie je het vandaag? Dus welkom terug iedereen. Daar ben ik weer. Zelda Player 20. Terug met het vervolg van de livestream van 7 mei. Goed. Wel foutouwig. Waarom ook niet? Goed dat je gestopt bent met roken. Ja, heel mooi. Dan kan het touwelijk heel erg goed. Mickey Mouse zijn. Ja, dat had ik meegekregen. Ik ben altijd dan een beetje meer de Donald. Maar goed. Only those who will reach the top. Ja, 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 ja. Kom maar. Hi YouTube. Ja, chat is niet te zien. Oké, wat wordt onze eerste random trainer hier? We hebben ook nog geen trainer gehad die een Eevee of Evolutie heeft. Dus tot nu toe nog steeds geen Eevee of Evolutie of iets. Randomizer is gemeen tegen mij. Goed. Ondertussen zien wij al 2 legendaries. Dit is de 2e legendary die we al tegen zijn gekomen. Dank je. Ik krijg een compliment over de Pokémon outfit. Ja, ik heb even de mouwtjes dingen uitgedaan. Want echt, het is serieus warm, jongens. Bij evenementen is dat echt leuker bij een livestream. Het gaat om het zwarte shirt natuurlijk. Badges zijn trouwens onderweg. Die heb ik ook al besteld. Dus... Maar dit is al gewoon de 2e legendary. Dit is gewoon de 2e legendary die we al tegenkomen. Dus Eevees zijn zeldzamer dan legendaries. Is dat wat de randomizer mij nou probeert te vertellen? Oké, okay, we hebben Mew net one-hit met Jaakstaart. En dan komen we Executor tegen. Is een grastype, maar ook nog eens een keer een psychisch type. Dus Bite zal eigenlijk effectief zijn. Ja, je bent er weer mee en ik heb in één keer een Mew voor mijn neus. Logica's. En een Gorbis? Gorbis? Wat is Gorbis? Wat ben jij voor Pokémon? Dat kan ik ook! Is niet heel erg effectief. Ja, we hebben een Dialga gevangen. We hebben Dialga... Pokja, wat was nou? Nee, het was Pokja. Ik haal die twee altijd door elkaar. Dialga en Pokja gaan ze altijd door elkaar heen. We hebben een Legendary gevangen. Houd daar maar op. En ik wil deze Pokébal. Een Skullfossil. Geen idee wat het is. Oh, Zeepie, jij noob. Ik weet gelijk welke fossiel Pokémon dat hij is. Heb ik nou niks aan. Oké, nou, Seedot, die hebben we al in het wild tegengekomen. Niet echt een spannende Pokémon. Ik bedoel, ik ben op Jaxel even goed aan het trainen. En ja, die andere die hebben we ook maar gelijk in de PC gegooid. Die grastype, die prikkertje. Ja, Dialga. Pidgeot! Oké! Het zou eigenlijk wel grappig zijn geweest dat de gymleader die had gehad, maar... Maar ja, we scratchen nog even door. En ik ben gestoken al, jongens. Eerst de mug beter is een feit. Ik moet zeggen, op Jaxel, die poont wel met zijn scratch. Pidgeot op! Nou oké, op Jaxel die is al op dit moment level 10. Dus laten we nou toch maar heel eventjes doorgaan. Weer terug naar onze... Noot-Noot. Mamoswine! Ja, definitely Noot-Noot. Mamoswine hebben we al een keertje gezien. Dus we zien nou ook al dubbele. Waar zijn mijn evoluties? Ja, ik weet dat Absol een hele goede attacker is, dus
Ik bedoel, Absol heeft eigenlijk de stats die ik liever had dat Umbreon ze zou hebben. En dat Umbreon dan ook echt die leuke dark attacks, zoals bijvoorbeeld Night Slash. Die zou ik toch graag bij Umbreon willen zien, maar helaas. Umbreon is gewoon een hele defensive tank en daar kan die ook heel erg irritant bij zijn. Ach ja, weer een trainer verslagen en hieronder ligt weer een... Oh nee, ik dacht dat daar ook een pokeballetje lag. Welke random Pokémon komen we hier tegen, jongens? Ik wil weten welke... Weer een fossiel! En ik weet dat dat toevallig Aerodactyl is. Dacht dat iets? Nee. Hi. Absol wordt later best slecht. Nee, joh. Ik weet dat Absol juist een van de meest geliefde Pokémon is bij competitive battles, dus... En ik weet zeker dat als Leroy hierbij zou zijn, die zou hem al helemaal geweldig vinden, deze Pokémon. Waarom werkt Faint niet? Wat doet Faint dan? Volgens mij werkt hij echt alleen maar als er iemand Protect heeft gebruikt ofzo. Weet je, Fireball snel. Je weet wat Absol daartegen zegt. Op Jaxel! Een Raichu. En we hebben twee water-Pokémon. Oeps. Dit moet een beetje denken aan Yellow Yosh. Die heeft ook een Raichu in zijn team. En die kent al Thunderbolt. Op Jaxel. Ik wil ook weten waar Eevee blijft. In mijn testfile had ik al één Eevee gevonden. Wat is het met die legendaries? Oké, granted, er zijn meer legendaries als Eeveelutions op dit moment in het spel. Ik bedoel, ik weet het, er zijn maar 7 Eeveelutions en 1 Eevee die we tegen zouden kunnen komen. Ik wil er niet heel erg vervelend over doen, maar dit is al de derde legendary die we tegen zijn gekomen. Als we een 7e Pokémon hebben ofzo. We zijn al 3 legendaries tegengekomen. Vergeet niet, hè? Jaagstaart die blijft gewoon nog zo lang dat we hem nog kunnen gebruiken ook, dus get it. Jullie willen serieus dat ik een Yamma vang. Jullie willen dat ik een Yamma vang. Ik weet het, het is een hele goede Pokémon. Bla 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 bla. Maar zeep. Probeer een één zin te typen en niet in heel veel verschillende woordjes. Dat is een beetje fladder, dat is irritant. Denk zeg maar even. Oké, nou eventjes van die paralyze af en hup, weer terug die toren in. Had je in Terraria de legendarische Laron? Of hoe heette dat ding ook weer? Ding van de supersterke Magikarp. Daar had ik inderdaad legendary, klopt. Yamma is alleen goed door zijn speed. Meer niet. Weet je waar, als je een goede speed Pokémon nodig hebt? Jolteon. Jolteon is veel beter. Op Jaxel, wat vind je van die paal? Op Jaxel, roll around the circles. Op Jaxel is concerned about the swaying pillar. De toren gaat neer!
Kom in, dat hoort bij die grap. Het is meer als we echt spammen met all caps. Ik bedoel, die toren gaat in! Daar heb ik geen problemen mee. We zijn niet zo streng. Weet ik, ik ben heel blij met een Jolteon. We hebben hier een Zapplate. Jolteon confirmed? Nou wil ik zeker een Jolteon tegenkomen. Hi, kom eens wat dichterbij. Een Dustox. Ja, maar die is weer niet zo goed met special attack. Ik bedoel, ik weet dat de Electrode tot die sterker is. Maar die is weer niet zo heel erg sterk met zijn special attack. En het grappige is... Jolteon die heeft ook nog eens een keer een hele goede special attack. En misschien is het handig als ik een keertje van Pokémon wissel, want op Jaxel krijg je wel heel erg veel experience. Dus ik doe heel eventjes tussendoor heel even 7. Oké, ik denk dat we inderdaad wel Noot-Noot of Jaagstaart. Laten we Noot-Noot even weer experience geven. Noot-Noot! Oké, je hebt een Starly. Interessant. Is best wel sterk voor level 6, maar we willen eerst onze eerste gym battle hebben. Dat is leuk. Tip voor iedereen, als je in een battle zit met een super hoge level Pokémon en je hebt ze ook, dan moet je hem switchen als hij een beetje weak is tegen de ander. Niet echt, je kunt ook nog altijd hidden aanvallen hebben. En Noot-Noot is level omhoog gegaan. Je kunt altijd nog hidden aanvallen hebben. Ik bedoel, mijn Sylveon die poont alles ondertussen. Hi. Maar ja, Sylveon die bestaat nog niet in dit spel. Dat is één. Mind is blown! Dit is de vierde legendary! Dit is gewoon de vierde freaking boterig gevulde legendary! Dan ga ik huilen, Robin. Dan ga ik echt huilen. Ten eerste moet ik dan een Jolteon neerhalen. Ten tweede heb ik dan ook nog eens een keer een probleem dat ik hem niet kan vangen. En ten derde ben ik dan nog steeds Jolteon-loos. En die bite doet pijn. We kunnen hier nou best een groot probleem hebben. Maar ja, Jaagstaart heeft op zich wel een beste defense, dus... Zit er best goed. HD count confirmed. We hebben het hier helemaal niet over HD'ers. Deze video's die worden alleen maar geknipt op sommige punten, maar die worden niet echt geëdit met HD count en alles. Moet er nog eens bij komen. Noot-Noot, level 11! Noot-Noot, lid waterloos, waterloos aanval. Dit is echt waterloos. Een Charon. Ah, die mag op Jaxel wel weer pakken. Dialga, Mew, Deoxys, Entei. Ja, één ding. Ja, nou rent hij niet weg, omdat hij nou niet weg durft te rennen.
Goedenavond, alleen Daan. Gezellig dat je erbij bent. Mijn pet zit weer niet goed. Zekers. Ik heb Feint nog in één keer zien werken. Schroef Feint. Oké, nou laten we maar terug naar het Pokémon Center gaan. Die Entei die heeft echt heel erg veel damage gedaan. En die enige trainer daarboven die heeft best wel hoge levels. Welke Pokémon dat het is, ik heb geen flauw idee. Dat zien we dadelijk wel. Dus ik maak me zorgen. Wat vinden jullie de meest nutteloze aanval die een Pokémon kan leren? Splash? Nee, er was er nog eentje. Present. Present is erger. Present is erger. Ik zou Torkoal kunnen vangen. Nah, geen zin in. Encore kan heel erg handig zijn. Ik denk dat Present erger is. Rest is ook heel erg handig. Nee, ik zou voor Present gaan. Of die ene die ervoor zorgt dat je special aanval en special defense van andere tegenstander juist heel erg omlaag gaan. Maar ervoor zorgt dat je eigen Pokémon zichzelf knock-out slaat. Ik weet niet meer precies hoe dat die heet. Dat was ook zo'n aanval. Die was ook zo stom als men zijn kan. Explosion kan juist heel erg handig zijn. Meningen verschillen. Het is lastig. De YouTubers die kunnen de chat niet zien. Ik weet het. Sorry. Maar ja, ik heb geen ruimte in beeld voor de chat. Dus sorry jongens. We zijn nog steeds met een Nuzlocke. Jullie hebben me aangestoken. Ik haat jullie chat. Nee, ik hou van jullie. Jullie hebben me aangestoken. Het is helemaal geen Nuzlocke. Het is gewoon randomizer. Randomizer Eevee Hunt. Random Beldum. Je bent level 3. Dan is het nog niet eens het waard om experience te gaan farmen. Er is een move die applaus heet en hetzelfde doet als Splash. Dus speciaal voor Mumei geen Splash. Helemaal rood mee. Willekeurige Blastoise. Gaan we die vangen? Nee. Ik vind level 5 vind ik een beetje te overdreven om daar een Blastoise in te hebben. Dat vind ik een beetje onzin. Nee. Geef gewoon de experience donderen en toch. Sinds wanneer zit die... in deze game? Blastoise is generatie 1. Die heeft in elke Pokémon game gezeten. En vergeet niet, dit is een generatie 4 spel, dus je zou je normaal gesproken alleen maar Ghastlies en zo tegenkomen. Ah, weet je wat, we gooien even Noot Noot even op level 12. Irritantste aanval.
Double Team, Sand Attack, Minimize. Je weet wel, elke aanval die er gewoon op gebaseerd is om Evasionus omhoog of omlaag te gooien. Of Accuracy. Damn, wat zijn die irritant. Goed. Dan gaan we het zien wat in die random bal zit. En welke drie Pokémon dat hij heeft. You showed us what you've got. And indeed it's good. Take this technical machine. It will guide your way. However, you should care more about your Pokémon, young sir. The way you treat your Pokémon can be too harsh. Remember, Pokémon are the tools of war. He calls himself the Elder, but he was no match for me. I'm so awesome with my magic arms. Hey, lose it, me. Sure enough, those who lecture how to be nice to Pokemon, they cannot defeat me. All I care about is strong Pokemon that win every time, like Magikarp. Hey, the rest of them don't mean anything to me, losers. Hey. Ah, Rattata, die heb ik heel erg veel genoemd in een... Wat is het hier in deze tempel met al die fossiles? We hebben drie fossielen waar we geen drol mee kunnen. Ah. So good of you to come here. Sprout Tower is a place of training. People and Pokemon test their bonds. To build a bright future together. I am the final test time. Allow me to check the ties between you and your Pokemon. Ik ben benieuwd welke Pokémon dat hij heeft. Elder Lee heeft een Manaphy. Wat is het met die Legendary? Legendary count 5. In mijn testverhaal heb ik een Manaphy gevangen. Jongens, dit is... Spel. Pokémon Soul Silver Randomizer. Ik heb jullie al verteld. Deze is op jacht naar de Eevees. Hieronder zien wij al de hele tijd Eevee en Eeveelutions voorbij scrollen. Waar we naar op zoek zijn. Dit is niet... How many legendaries can we encounter? Er zijn... Van 400 zoveel Pokémon die we tegen zouden kunnen komen. Waarvan een handjevol Legendaries en een handjevol evoluties. We zijn nog geen één evolutie tegengekomen. Lucario is geen Legendary. Ik tel Lucario niet als Legendary. Op Jackson, maak eventjes gehakt van die. Lucario is absoluut niet slecht. Weet niet waar je die klet vandaan haalt. Ik bedoel, ik weet dat. Leroy die heeft ook een Lucario en die is behoorlijk sterk. Oké, nou, Jaxxon is ook level 13. Gaat lekker met ons team trouwens, jongens. Op dit moment is eigenlijk ons main team... Op dit moment is ons main team eigenlijk op Jaxxon en Noot. Voor de rest... Ja, Jaakstaart. Leuk. Dennis, hij kan ook heel erg goed zijn met close combat. Maar ja, ik ben echt van de Eevee teams, dus... Goed, nou, we hebben jou verslagen. Excellent! Ik vind zijn snor awesome. The way you battle is quite elegant.
you should be able to stand up to Faulkner. And you should be able to make good use of this. It's a technical machine called Flush. Take it with you. We hebben TM-70 Flash. Yay! When a Pokémon learns Flash, you can illuminate caves no matter how dark they may be. You can try it on a Bellsprout, for example. Good luck finding a Bellsprout. We hebben Victory Bell gevonden, maar geen Bellsprout. Sterker nog, we hebben nog niet eens een Escape Rope. Because I couldn't afford the cost. So next time on Porygon Z! Oh, ik zit vol mijn klet. We zijn een kijker kwijt. Oh, hij is nou een dark type geworden. Ja, dat moet hij weten. Depundo. Ja. I know I should have bought an escape rope, but I couldn't afford the cost. Nou ja, eigenlijk, we kunnen nog geen escape rope kopen. Daar hebben we de badge voor nodig. Toastman! Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon onze Pokémon healen. We gaan gewoon de eerste gyms doen. Lijkt me leuk. We gaan gewoon naar de eerste gym. Wie weet wat voor Pokémon tegenkomen. En als het echt inderdaad een feit wordt dat Jolteon daar in één keer een appearance in maakt, dan ben ik heel erg verdrietig. Dan ben ik een heel erg terug konijntje. Even naar het Pokémon Center eerst. Man met meganeus. Waar hebben jullie het over? Ik weet nog niet eens wat de chat het over heeft op dit moment, YouTubers. Ja, jullie zijn ook welkom, hè? Hartstikke gezellig. Dat was een korte Portigon, ja. Porygon Z. Welkom naar de Eevee trainer. Nee, niks. Ik ben hier de enigste Eevee trainer. En als hij denkt dat hij mijn taak over kan nemen, dan heeft hij een heel groot probleem. Dan word ik automatisch Team Rocket en dan jat ik gewoon heel zijn Pokémon team. Oké, nou, ik denk dat we Jaakstaart maar eventjes wat extra XP gaan geven, want hij is pas level 9. Ik bedoel, als we nou een grastype tegenkomen, oké, we hebben al een beetje cover-up. Maar we zullen zien welke trainer, welke Pokémon dat we hier tegen gaan komen. Birdkeeper heeft een Wurmple. Ha! Oké, dus je bent een vogeltrainer die een bug-Pokémon heeft. Ha! Ik heb geen zin om af te snijden. Ik wil weten welke Pokémon dat ze hebben. Dat is juist het leuke. En Ivetal kan hier inderdaad niet in verband met, hier kunnen we alleen maar tot en met vierde generatie Pokémon tegenkomen. Oké, nou, welke Pokémon heb jij bij je? Je hebt er twee. Spannend. Dat is geen Bird Pokémon. Hij speelt vals. Hex. Ik weet dat we met Arbok trouwens heel veel problemen hebben gehad bij het begin van ons avontuur. Arbok komen we eigenlijk best wel veel tegen. Dag Arbok. Oh nee, wacht eventjes. Zoveel schade doen we niet. Nou ja, gewoon de rest bite. Dan zullen we wel goed zitten, denk ik. Die poison raak, goed zo. Noem als je een fly Pokémon hebt Coco. Waarom? Zou dan niet een Coco beter zijn van The Legend of Zelda? Trouwens, dit is Pokémon. De hele tijd op dezelfde knop drukken, jongens. Hè. Vinden ze leuk. Is deze game gratis voor de PC? Nee, dit spel is niet gratis. Dit spel hoor je te spelen op een DS of op een 3DS.
En ik heb hem op mijn 3DS, dus of op mijn DS en 3DS, soort van. Ik heb HeartGold en SoulSilver. Plus, dan krijg je dit er ook nog eens een keertje bij. De Pokéball, heel belangrijk. Dus, promoties van hoe dat je dingen downloadt en al die dingen, dan, ja, zijn niet toegestaan. Togetic! Oké. Okay. Zie je nou wel? Hij is namelijk nu aan het streamen, maar dit is leuker. Oh nee, hij kent Charm. Ah ja, Togetic is wel een vliegsoort, dus op zich kan het wel... Ja, kiest het wel een beetje als... Kunt het een beetje zien als een vogel-Pokémon vooruit dan? Oh boy, metronoom. Metronoom, een van de grappigste, meest waardeloze aanvallen ooit, maar gewoon hij is grappig. Nou, we blijven gewoon op de knop drukken. We hebben nou bijna verslagen, dus. It Synthrax is 12 uur aan het streamen. Wie is It Synthrax? Wie is dat? Ken ik hem? Nee. Geen idee wie het is. Oké, nou, Falconer. Wij gaan eventjes zoals traditioneel dat we altijd voor een Pokémon battle doen tegen een gymleader. Gaan we eventjes saven. En wij gaan tegen jou battelen, want daar hebben we zin in. Ja, dat is metronoom. Okay, here we go. Falconer. People, you can say you came from the flying type Pokemon wings with a jolt of electricity. I won't allow such insult to bird Pokemon. I'll show you the real power of the magnificent bird Pokemon. Ik gok erop dat jij geen één bird Pokemon hebt. En zonder randomizer zou je normaal gesproken een illegale Pidgeotto hebben. Ik ben benieuwd, kom maar. Dat is geen bird Pokemon. Laten we gewoon screech doen. Oké, hij gaat irritant lopen te doen met zijn Watergun. Critical hit, daar ben ik het niet mee eens. Screech, zorg ervoor dat zijn defense omlaag gaat. Kunnen we nou Bite gaan doen en dat zal heel veel schade doen. Want Bite is een fysieke aanval, doe het! Hij blijft Watergun doen, daar ben ik het niet mee eens. En dat doet... Ah, ik had gehoopt op een one-hit KO. Oké, wat wordt zijn tweede Pokémon? Als het een Jolteon is. Ik maak me zorgen, jongens. Ik maak me zorgen. Het is Kledol. Het is geen Jolteon. Gelukkig. De wind is fijn. Je hebt de Kledol op het veld staan. Hoezo zou dan de wind met je meegaan? Hij kent Psybeam. Dat kan nogal een probleem voor ons zijn. Objectsol, die kan eigenlijk helemaal niks tegen hem betekenen. Dit kan problematisch zijn, jongens. Dit kan een heel groot probleem worden. Oh boy. Want Objectsol die kan niks tegen hem beginnen als alleen maar taunt. Ken ze stats lager gooien ermee misschien? Objectsol, jij gaat de stats omlaag gooien. Dat weten we, dat is goed. We kunnen zijn defense omlaag gooien, maar... Dat heeft geen nut!
Het is net om dat dicht. Oh. We kunnen dus een Psybeam PP omlaag gooien. Ah, ik heb een mutslap. Damn it. Tot hij harder doet, dat maakt niet uit. Want Bubble is namelijk een special aanval. Dus dat maakt niet uit. Hopelijk doet hij het nog een keer. Zolang je geen mudslap blijft doen, ben ik tevreden. Oh boy. Gewoon Bubble doen. Oh, kom op. 1 keer. Volgens mij is... Is Kledel was toch een ghost type? Eén critical. Oké, goed zo. Volgens mij was het een ghost type, jongens. Ghost psychic type. Dacht ik. Maar ik heb nog 1 potion, die gaan we zeker gebruiken. Ground Psychic? Wacht, dus dit werkt gewoon. Ik dacht dat het een ghost was, daarom dacht ik dat we een probleem zouden hebben. Oké, nou ja, scratch hem. Gooi een Pokeball! Oh, gaan we dat gezeur weer krijgen met die mudslap? Waarom gebruikt iedereen... Dieruitback, ik moet even wat watterieën. Wat heeft iedereen met mudslap? Mudslap is het meest irritantste ooit... Stomste aanval ooit. Bubbel hem. For fart's sake. Jongens, we hebben een probleem. We kunnen alleen maar scratch doen. Mooi. Wat een gevecht, jongens. Het zou leuk zijn als hij een dark type aanval leerde. Zoals bite of faint. Faint attack. Ah ja, we hebben Falconer de Vogel Gym verslagen. Voor mij ben ik zeker. My dad cherished bird Pokémon. Je had geen bird Pokémon bij je. Nou ja, we hebben de Zephyr Badge. With that badge, Pokémon included, traded Pokémon up to level 20 will obey you without question. It also enables you to use hidden move Rock Smash anytime outside of battle. Up time TM51, that is Root. Of Roost. Ja, en het grappigste is... Hij heeft er geen één Pokémon voor gebruikt. Hartstikke leuk dat hij die heeft. Nou, dag. We hebben de eerste gym. Jongens, we kunnen een escape rope gaan kopen. We kunnen 4 leuke items vinden. En we kunnen weer nieuwe Pokémon gaan vangen. Dus dat gaat leuk worden. Oh, heb je iets gevonden? The details are... Well, you can still say assistant is in the Pokémon Market Violet City. Kunnen we dat ei opnemen? Leuk fact over dat ei. In dat ei kan elke Pokémon zitten. Dat kan elke Pokémon bevatten dankzij de randomizer. Dus ja, daar kan ook een evolutie in zitten. Bubbel betekent in Nederland bubbel. Goh, serieus? Nee, de TM's die gymleaders geven, die zijn gewoon de TM's die je normaal gesproken zou krijgen. Ik had de optie kunnen neerzetten tot TM's andere moves zouden hebben.
Dus dat TM51 bijvoorbeeld in één keer Splash zou kunnen leren. Maar ik denk, ja, dat wordt te randomized. Dus ik wil wel een beetje de TM's, mochten we Pokémon hebben die gewoon geen move kunnen vinden, tot we wel wat TM's kunnen kopen. Maar het grappige is, de itemballs die we vinden, die hebben dus weer wel het grapje bij zich tot daar random een TM kan zitten. Goed. Ja, wij willen het ei. Geef het ei. We hebben nog steeds geen Eevee, jongens. Ik ben hier echt teleurgesteld over. Nou, dankjewel voor het ei. Jongens, iemand iets gekluste eieren of zo? Yay, we hebben een super potion! Ik had geen potions meer, dus ben ik eigenlijk best wel blij om dat we die nou hebben. Oké, als het een dievig is, kunnen jij nou... Juist, we hebben escape ropes. Die heb ik zeker nodig. Oké, dan wil ik weer twee... Even kijken, dan wil ik toch nog 10 pokeballs er weer even voor de zekerheid bij kopen. En de rest geef ik dan toch maar even uit aan een paar potions. Oké, we hebben dus nou een escape rope bij ons. En dat is zeker handig, omdat we moeten heel eventjes naar de Cave of Unknowns. En hi! Mijn zus heeft laatst een rauw snot ei over haar heen gehad. Gadverdamme. Trouwens, als je van wilde Eevee krijgt, blijft dat dan ook zo? Nee, je krijgt een random Pokémon van hem. Dankjewel voor je rare dans. Goed. Nou, laten we eerst even naar de Ruins of Elf gaan. In verband met tot we daar dus ook Pokémon tegen kunnen komen. Nu de beacon nog. Ja, we zouden de beacon wel eigenlijk kunnen vangen. Maar ja, we komen nog heel veel random plekken tegen waar we Pokémon kunnen vangen. Dus ik heb zoiets van... Laten we het niet overhaastig doen. In ieder geval, fun fact, waar we dus nou naartoe kunnen gaan... Is hier bij de Ruins of Elf. Daar heb je een deur zitten met daarachter 4 itemballs. En aangezien dat de itemballs random zijn, kan daar nogal iets interessants in zitten. Hier zouden we de puzzel op moeten lossen, maar als we hier naar achteren toe gaan, dan staat er hier in de nog geschreven escapen. Dit heb ik ook in mijn Pokémon Crystal Let's Play eigenlijk verteld. Als we hier een escape rope gebruiken, dan zal er hier een geheime deur open gaan. Jee, geheime deur, jee. En dan vinden we hier dus 4 items. Nou, zijn dit inderdaad wel handige items in Pokémon Crystal? Sommige die zijn handig om te verkopen. Maar hier is het allemaal random. Dus wat vinden we hier? Weer een Lapperberry. Zijn altijd handig. Een Escape Rope, die we terug hebben gekregen. Een Citrus Berry, die zeker heel erg handig is. En Big Root, die we kunnen verkopen voor wat monies. Ik had liever een Masterball gehad. En weer naar beneden vallen, krijgen we dan iets. Our plan inspired words in this place. Leuk. Ik dacht dat er eigenlijk altijd een hele grote mysterieus iets in zat met die unknowns. Lijkt dus niet zo te zijn. Ik denk dat die Citrus Berry dadelijk aan iemand kan geven. Hallo, Hariyama. Jij bent geen Eevee. Ga weg. Een beetje. Ik ken een beetje unknowns. Ik haat Shaymins. En nou, begrijp me niet verkeerd. De reden waarom dat ik Shaymins haat, daar heb ik een hele goede reden voor. Ik heb die film gezien en ik had een hekel aan die film dankzij die Pokémon. En trouwens, is Shaymin een legendary nou of niet? Want als Shaymin een legendary is, dan is het al de 6e legendary die we tegenkomen. Het is een legendary. Shaymin is een legendary. Joepie.
Says the legendary confirmed. Waarom versla ik jullie eigenlijk? Dit is zinloos. Hoeveel Eevees gaan er nog komen? Mag ik op zijn minst in deze eerste livestream gewoon één Eevee tegenkomen? Daar zou ik heel blij mee zijn. Gewoon een Eevee. Geen gezeur. Gewoon een Eevee. Geen geneus. Gewoon een Eevee. Wat? Vragen en opmerkingen? Gewoon een Eevee. Ik heb weer dat huisje in. Ik ga die puzzel even oplossen. En als we die puzzel hebben opgelost, komen er weer nieuwe Pokémon. En dan komt er gewoon een Jolteon. En die gaan we gewoon vangen. En dan hebben we een Jolteon. En die noem ik Fiver. Net zoals mijn eigen Jolteon. Ik bedoel, ik weet niet of het te zien is, maar even kijken. Staat mijn team open? Of... hierin ben ik in gevecht. Schiet niet op. Bedankt voor het kijken, Stan, Holly. Fijne avond nog. Tot ziens. Ik ga deze puzzel oplossen. This Pokémon hides on the seafloor and watches the shore with eyes on its back. Oké, nou laten we deze puzzel maar eventjes gaan doen. Zo. Boink. Zo. Jij wordt daar. Zo. Jij bent de zijkant. Ik ga zo naar de volgende route, jongens. Rustig aan. Welkom terug, Deadly Dennis. Hi. Als het goed is, komen we nou weer andere Pokémon tegen. Did you just come from above? Yep. So you must have solved the stone panel puzzle. This is wonderful. You seem to have some talent with archaeology. I'll give you this unknown report. It records unknown as your capture gem. I am sure it will come in handy. Grappigste is, we komen hier geen unknowns meer tegen. Dus misschien komen we hier wel een Eevee of evolutie tegen. There's a strange presence here. Eevee? 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 We gaan gewoon voor 5 encounters. We zien wel. Kijk wat we met die 5 encounters hier tegen kunnen komen. Encounter nummer 1. Die zijn we al tegengekomen. Ik weet dat je hier heel veel verschillende Pokémon tegen kan komen. Dus encounter nummer 2. Dat is een nieuwe, Skiploom. Die zijn we nog niet tegengekomen. Aangezien dat ik niet geïnteresseerd ben in een Skiploom, gaan we gelijk weer verder. Encounter nummer 3. De meest irritante Pokémon die er bestaat, die ik eigenlijk gewoon alleen maar wil neerschieten. Dit is een Legendary, ik weet het, maar toch, ik heb er een hekel aan. Encounter nummer 4. Oeh, het Scyther. Ik denk dat we die gaan vangen. Ja, Scyther die wil ik zeker wel eentje vangen. Oh maar. Ja, dan moet ik nou mijn ballen gaan gooien. Doe maar gewoon. Eén, twee, drie. Ah. Het zou wel leuk zijn als het gewoon in één Pokémon was. Nee, die is slecht. Noem jij nou alle Pokémon slecht? Ja, ik wil niet dat ik dadelijk in één keer Pika op me afkrijg. Ik weet wel, de Nationale Pokémon Bond. Kijk, zo is die Joy achter me aan. Oeh, die kent Vacuum Wave. Dat is eigenlijk best wel een goede aanval. Blijf in je bal. 1, 2, 3. Goed zo. Jongens, wij gaan weer een code weggeven. Hashtag name. Met de nickname erbij. Dan kunnen we weer een code weggeven. Dus heb je een leukste nickname voor Scyther? Laat het eventjes weten in de reacties. YouTube knippen zo naar voren toe, dus dan zien wij jullie zo. En trouwens, dit zegt Pokédex erover. When it moves, it leaves only a blur. If it hides in grass, its protective coloration makes it invisible. Oké, goed zo, Mika.
Omdat we konden die niet gebruiken als teammember. Dus daarom was het gewoon voor de ren. Deze die was voor een code. En encounter nummer 5 is weer een charm. Dus we kunnen gewoon door naar de volgende route. Oké, dus we hebben nou Buggerboy in ons team zitten. We gaan gelijk door naar Pokémon Center om dus eventjes te healen. En hebben we de volgende route met nieuwe Pokémon. Hopelijk een evolutie. Hallo Pupitar. Zou heel erg leuk zijn om die te vangen, maar daar heb ik eigenlijk heel weinig zin in. Nee. Maar maak je geen zorgen, Deadly Dennis. Heel misschien dat ik morgen ook nog ga livestreamen, wie weet. Lijkt me hartstikke leuk. Ik bedoel, ik vind dit echt een heel leuk spel om te livestreamen. Ik bedoel, we zijn al 3 uur live. We zijn gewoon al 3 uur live en... Ik ben nog steeds moe. Ik vind het echt gaaf om te livestreamen, jongens. En ik vind het ook echt leuk de support die ik van jullie erbij krijg. Het is leuk dat jullie het ook leuk vinden. Leuke receptie. Dus nou is het heel belangrijk dat we dus Buggerboy eventjes dan vooraan in de party gooien, zodat we die wat levels gaat krijgen. En we moeten er dus wel rekening mee gaan houden van hoe meer Pokémon dat we bij ons hebben. Komt dadelijk de eerste Eevee, dan moet er dus eentje in het team uit voor ruimte te maken voor de Eevees. Dus ja, maar goed, beste YouTubers, het is weer een uurtje dus verder. Dus ja, net zoals bij al voorgaande parts, laat ik het dus hierbij bij deze aflevering. Dus heeft een item. Wat voor item heeft hij? Hij heeft een black belt! Waarom heeft hij ook een black belt? Dat zijn 2 black belts, we hebben nou 2 black belts. Oké, nou weet je wat, die is eigenlijk best wel handig voor die vacuum wave, dus laten we maar hem gewoon houden. Maar goed, daarbij wil ik het dus gaan laten voor deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Ik vind het heel gezellig dat de chat ook heel erg gezellig erbij is. Wil je nou zelf ook bij zo'n gezellige livestream zijn? Onder in de beschrijving staat een link voor mijn Twitch, ZeldaPlay20. Kun je op follow klikken en als je op follow klikt, dan zul je automatisch een mailtje krijgen of een notificatie tot ik live ben gegaan. Facebook en updates, daar komen ook Facebook en updates. Facebook en Twitter komen ook altijd updates op waar je altijd kunt checken of er een livestream plaats gaat vinden. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van of Twilight Princess of Mario Maker of misschien de Pokémon livestream. We zullen het zien als er maar een aflevering is. Als jullie maar iets hebben om te kijken wat jullie leuk vinden, vind ik het best. Ik bedank jullie voor de support en tot de volgende aflevering.